Mijn gaat nu mijn haar stylen. Ik zie al het verschil. Zie jij het ook verschil, Raymond? Als het goed is wel, ja. Als het goed is wel. Wat dan? Wat moet ik anders zeggen? Wauw. For every adult in America by the end of May. Volgens Biden moet iedereen zich intussen wel aan de coronamaatregelen houden. Maar in Texas worden juist alle regels geschrapt. All businesses of any type are allowed to open 100%. En ook op andere plekken in Amerika versoepelen lokale autoriteiten de maatregelen. Ook al is nog lang niet iedereen gevaccineerd. Die voorzitter trouwens. Twijfel of hij het gaat doen, hè? Zo, deze kant is gedaan. Even omdraaien. Ja. Even neerzetten. Moet stukje voor stukje doen, toch? Ja. Nou, deze stukje heb ik net gedaan. Moet ik weer even op pauze zetten of hoeft dat niet? Nee, valt wel mee, toch? Als hij niet weer wegvalt. Raymond gaat het zo proberen om te plakken. Wees blij dat je internet even uitstaat. Ja. Daarom is het weggevallen. Raymond gaat proberen om weer alles te plakken. Anders is het ook niks, hè? U mag nu even luisteren naar mij. Hè? U heeft eerder al... Bakker kreeg eerder al eens 5 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige meisjes die hij behandelde. Eindelijk. Na 12 weken mocht vandaag de schaar in die verwilderde coronakoeps. Want de kappers zijn... En straks een elastiekje als ik ga slapen, anders gaat het weer krullen. Want ik ben heel druk in de slaap. Sowieso in je slaap ben je druk. Nou ja. Want het is zo lief. Ja. Getraag je nou. Ja, naar mij toe. Ja, allemaal een klein stukje. Zo jammer. Zo jammer in ons gewoon, hoor. 70 klanten af, tot 8:30 s'avonds. En dat was nodig. Ja, heel nodig. Mensen, bij het huis hadden klusjes, hoor. Verlegen waren. Ik werd ook echt wel door mensen huilend opgebeld. Die bijvoorbeeld met een uitje kwijt waren. Of die gewoon even zijn verhaaltje kwijt wilden. Weet je wel. Het is meer dan knip alleen. Ja, het is meer dan knip alleen, ja. Het is wel duidelijk. En al eerder gezegd. Vandaag is een heerlijke dag, ja. Oké, okay, het is ook net gedaan. Ja, dan moet je even zo staan, want nu gaat deze. En ook mogen we weer winkelen, maar even spontaan binnenlopen is er niet meer bij. Sowieso pas op voor je oortjes en je gezicht. Ja, want hoe doe ik het in mijn oor gepakt? Ja, gelukkig voor mij doe ik het heel voorzichtig en ik kijk sowieso uit waar ik naartoe loop. Ja, had ik... Of van de toegang? 2 weken had ik... Nee, 1 week had ik last mijn oor. Helemaal rood. Nou ja, ik ben blij dat ik je moeder niet ben. Hé, dit staat op YouTube, hè? Sorry. Zeg je dan tegen je zoon, mami? Sorry. Maar is het wel zo leuk? Want hier bij de Action bijvoorbeeld... Ik ben benieuwd of het bij haar ook nog leuk is, want ze gaat dezelfde kleur doen. Zo, die is ook gedaan. Nee, dat zie je. Ja, maar eerst moet ik aan de kijkers laten zien, hè? Het is zo dat er 2... Aan de kijkers. Je moet eerst even kammen. Zo, Raymond gaat even kammen mijn haar. Dan ga ik even naar de badkamer laten zien en dan gaat hij proberen om te plakken. Dan ga ik even zo, naar de badkamer straks. Ze blijft ook mooi staan, hè mensen, want ze moet wel, want anders is het binnenkoek. Nee. En dan mag je zo je even... Je moet sowieso luisteren, anders wordt het binnenkoek voor je. Mm-hmm. Echt waar. Ga ik even kijken, mag je zo mijn haar meten? Ja. Gaat hij zo mijn haar meten, hoe het lang mijn haar is? Kijk. Oh, ik zie het verschil wel een beetje, hoor. Dat ligt aan mij, maar ik zie wel het verschil. Oei, zie je het verschil? Nee, zie je het verschil? Via spiegel. En dan, hallo, niet naar mij.
Ja of nee? Ja. Nou, dan mag je nu mijn haar meten. Hij gaat even mijn haar meten. Nee, je gaat niet nu dat. Mijn haar even meten. Nee. Dames en heren, ik heb net mijn haar gemeten. Het is 2 centimeter gegroeid. Even kijken. Hoe was het eerst? Het was eerst 86, 8, 6. Dus. Nu. Is nu 88. Ja, 88. Dus Raymond, pentje. Ja. Datum. Nou, dames en heren. Daar is een pen. Het is allemaal gelukt. Ik heb een pen. En Raymond gaat zo even kijken of hij het kan plakken. Dus, nou. Doei doei. Fijne avond allemaal, beste kijkers. Doei doei.